Steven Kruiswijk uit Nuenen rijdt het hele jaar al in het oog van de camera's. En ook vandaag. Kruiswijk zat in een kopgroep van 11 man met ook Boy van Poppel uit Moergestel. Rabobank met 15 man aan de start controleert de koers en uiteindelijk komt er een hergroepering. Dan ligt de weg vrij voor een man als Lars Boom uit Vlijmen. Maar de favoriet ontbreekt als er 6 man ontsnappen en dat zestal redt het tot de finish. 2 renners van Rabo en 2 van Vacant Soleil. En laat het nou net die Brabantse ploeg zijn die het blok van Rabobank verslaat. Pim Lichthart, de neoprof, klopt Bram Tankink op de meet en sprint naar het rood-wit-blauw. Na vele demarages komt er opnieuw een kopgroep, 2 man erbij en dat kwam voor ons perfect uit. Rob Ruijk deed fantastisch werk voor het team. En uiteindelijk wint dan Lichthart hier zo. En ja, neoprof, kampioen van Nederland, onvoorstelbaar. Voor Vacant Soleil is het de eerste nationale titel. Rabo-coureur Lars Boom, de kampioen van 3 jaar geleden, finisht kort daarachter in het peloton. Lars, het was een beetje code rood bij Rabo. Iemand van jullie moest kampioen worden. Dat lukt weer niet, is het dan drama? Dat is onzin natuurlijk. We hebben goed gekozen, denk ik. Wij moeten die niet winnen, maar we zijn de eerste ploeg in Nederland natuurlijk. Ja, dan is het moeilijkst mee misschien. Ja, op het laatst heb ik nog een paar keer geprobeerd, maar ja, dan, bij Vacant Soleil zitten ze meteen op het wiel. En ja, dat is logisch natuurlijk met de Lichthart van voren. En daarbuiten zijn nog 2 sterke blokken met Skill en Vacant Soleil. Dus, Is dat de conclusie dat de hegemonie van Rabobank voorbij is dan dat er 3 hele sterke Nederlandse ploegen zijn? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook wel goed, denk ik. Ja, het zijn natuurlijk 3 sterke fronten. Alleen als we financieel kijken, dan is het natuurlijk een heel ongelijk strijd. En dan vind ik het bijzonder knap dat wij vandaag toch afmaken.